Yeah, yeah, yeah. One Happy Island. Stel vooral je vragen, want ik denk dat er best wel wat onderwerpen voorbij komen waarvan je denkt, hé, daar wil ik wat meer over weten. Doe dat in de chatbox, dan zullen wij de vragen aan Angeline stellen. Schroom dus niet, als je een brandende vraag hebt, stel hem. Laat je geluid uitstaan, zodat we elkaar goed kunnen verstaan. En ik zou zeggen, geniet ervan. En uiteraard kunnen wij ook... Na afloop van deze sessie, als jullie dan nog vragen hebben, kunnen we die ook gaan beantwoorden. Maar we beginnen met het eerste onderwerp. Maar ik denk, Charmin, het mooie is, voordat we met de onderwerpen aan de slag gaan, dan kunnen wij gewoon een mooie video laten zien. Dan kan iedereen een impressie krijgen van waarover we het gaat hebben en hoe de airport eigenlijk te werk is gegaan. En dan kunnen we vervolgens mensen gewoon goed gaan inlichten van, althans wij. Angeline kan in dit geval goede mensen en de reisagenten gaan inlichten van wat er allemaal gedaan is. En dan hebben ze denk ik een betere beeld. Ik denk dat het een heel goed idee is. Ja, laten we gaan kijken. The last few months has been extremely difficult for all of us in the world. Also in Aruba, it's been difficult times, but we are extremely happy that we can welcome again our visitors from all over the world. We can assure you that we have taken every measure that we can take to rest assured that you'll be safe when traveling to Aruba. We are open for our visitors and bon vini to our one happy island. Safety has always been our most critical core value. Pre-COVID, during the lockdown, but now even more than ever in the restart phase. We have fundamentally redefined our policies and passenger procedures to guarantee not only a smooth and secure passenger experience, but also seeing the COVID situation a safe one for passengers, staff and our Aruban community. I can proudly say that this has been achieved thanks to the great teamwork between all employees, stakeholders and partners. There are still many questions and uncertainties regarding the global pandemic. But one thing we can assure you, Aruba Airport is ready to reopen and warmly welcome you back to our airport. Bon vini.
dat was behoorlijk indrukwekkend, moet ik zeggen hoor. Het maakt het ook tastbaar als je ziet wat er allemaal bij komt kijken om in tijden van corona weer het vliegveld te kunnen heropenen. Dat is echt niet niks. Dat zag er wel indrukwekkend uit. Dus dat brengt ons ook op het eerste onderwerp. Jullie hebben gezien, nou, en ook de CEO aan het woord gehoord over het feit dat de Aruba Airport Authority en de luchthaven op Aruba er helemaal klaar voor was en nog steeds is om bezoekers te verwelkomen. En dan ben ik natuurlijk wel benieuwd wat de huidige situatie precies behelst. Hoe gaat het nu op het vliegveld? De video, trouwens nog steeds, ik vind hem heel mooi als ik hem zie, is gemaakt net voordat wij met de voorbereidingen aan de slag gingen voor de heropening. En op dat moment hadden we nog de mondkap requirement nog niet. Ondertussen is dat dus ook, dus dat is erbij gekomen als measure. Maar in ieder geval moet ik even vertellen, in maart zijn we in principe gesloten, onze grenzen gesloten voor alle reizigers. Maar de airport is in die tijd operationeel gebleven voor ambulancevluchten, voor repatriëring en voor cargovluchten. Dat is tot 15 juni het geval geweest. En in 15 juni zijn wij begonnen met de travel between the bubbles. So basically, de ABC-eilanden hebben alle vluchten tussen de ABC-eilanden hervat. Dat gaf ons ook een beetje de mogelijkheid om te kijken waar wij veranderingen moesten aanbrengen in onze protocollen, in de plannen, waar bij de uitvoering van deze plannen issues zouden zijn dat we zouden kunnen aanpakken. Want op 1 juli gingen we dus ook open voor Europa en Canada. Nou, die veranderingen hebben we aangebracht en 10 juli hebben wij dus vluchten hervat met Amerika. Amerika is op dit moment nog steeds onze grootste markt. En 10 juli zijn we dus begonnen met vluchten vanuit Amerika. Het heeft heel veel inspanningen gekost om de luchthaven zodanig te krijgen. Klaar te hebben voor het safe ontvangst van onze passagiers. Maar dat is gelukkig gelukt met de help van heel veel mensen natuurlijk. Ja, dat geloof ik sowieso. Ik denk dat dat een hele operatie is geweest. Ook met het in huis halen van het medisch personeel. Alle aanpassingen die je toch, hoewel je die gesloten periode gebruikt om de boel aan te passen, denk ik dat het nog steeds, dat je elke dag wel moet kijken van waar moeten we aanscherpen, wat moeten we aanpassen. Jazeker, een luchthaven is natuurlijk geen hospitaal, het is geen ziekenhuis. Normaliter wordt er heel weinig hulp geboden in die zin. Dus wij moesten echt gaan nadenken van hoe kunnen we onze operations zodanig organiseren dat wij dus wel die services kunnen aanbieden, wel testen kunnen aanbieden, wel de social distancing kunnen hanteren. Wij hebben als eerste eigenlijk de mondkap requirement geïntroduceerd in de regio, ook op Aruba zelfs, want het was elders op Aruba nog geen requirement, maar wij hadden dat eigenlijk meteen bij de start hadden wij dat geïntroduceerd. So, you know, Het kostte ook wat moeite om de passagiers ervan te overtuigen dat het nodig was, ook voor hun eigen safety. Maar ik moet zeggen dat dat echt vanaf de start heel goed is gegaan. Ja, hadden jullie, gewoon voor mij zelf, hadden jullie in gedachten, oké, als we gaan heropenen, om toch zeg maar dat afstand te houden en dergelijke toepassingen te bieden aan de reiziger. Hadden jullie ook zeg maar een bepaalde hoeveelheid reizigers in gedachten van oké, dit is het maximum wat het airport nu in dit periode aan kan? Of hadden jullie we gaan open, we kijken het wel. Hoe? Ja, het is, we hebben het is een goede vraag trouwens. Het was een overweging om te heropenen. Do you cap the amount of passengers of laat je het vrij in principe?
Maar dat wij eigenlijk al wisten, in goed contact met onze airlines, al hele goede forecasts konden doen van de eerste 2 maanden, vonden we dat to cap the passenger amount was niet nodig, omdat we wisten dat we een slow restart zouden hebben. Dus dat de amounts niet zodanig hoog zouden uitvallen, dat we het toch aankunnen. En dat klopt, want we hadden geprojecteerd op tussen de 2,000 to 3,000 passagiers per week. En daar kwamen we inderdaad de eerste maand, zeker de eerste maand, kwamen we daar goed mee weg. So, we knew it would be a slow start, dus daarom hebben we ook gezegd van er is geen behoefte om een cap te zetten, maar wel dat we het iedere maand weer zouden aankijken van kunnen we het aan, kunnen we het niet aan. Nu dat we wat maanden verder zijn in de hoe dit werkt, hebben we nu eigenlijk door dat we het best wel nog even aan kunnen. Ook een verdere groei heel makkelijk aan kunnen. Everybody's on board. Iedereen doet hun deel om to make it work. Because again, het is niet echt iets waar wij als luchthaven gewend zijn om dit soort services te geven. Maar we make it work. En I think that dat is dus ook onze sterkte als luchthaven, dat we heel sterke banden hebben met onze stakeholders, met onze airlines. En iedereen doet hun part om dit succesvol te maken. Oké. En dan valt er nog een vraag. Trouwens, ik krijg een vraag van Cares. In de hele organisatie. Jullie hebben besloten, vanwege de slow herstart. Dat hebben jullie kunnen zien samen met het nauw contact met de partners. Maar dan wel het feit dat jullie dan op het moment dat je dan mensen inschakelt voor de testen op het airport zelf, is dat ook gebaseerd op aantal passagiers die binnenkomen? Of zeggen van oké, zoveel hebben wij en dus zoveel kunnen getest worden. Duurt het langer, duurt het minder lang? Hoe hebben jullie dat in balans een beetje gebracht? Ja, het testen op zich wordt gedaan door het ziekenhuis samen met DVG. En voordat wij dat hele procedure hadden geïmplementeerd, hadden we natuurlijk voorbereidingen getroffen. Samen met hun zijn we door onze projecties gegaan, de forecasts. Zij weten precies van tevoren hoeveel passagiers we de volgende week verwachten. Zij kunnen hun tests daarop aanpassen. Ze kunnen ook zelfs hun mankrachten en de scheduling van hun mankrachten daarop aanpassen. So it's again, it takes a village. Well, it takes an airport. En in dit geval ook andere stakeholders, ATA, die ons ook helpt met de forecasts. En het gaat met name om een hele nauwe samenwerking met deze partners, zodat het kan werken. En ik moet zeggen, het werkt echt goed. De partners werken mee, ze beseffen. Het was voor het ziekenhuis natuurlijk nieuw om bij een luchthaven te werken. En het vergt voor hun ook heel veel aanpassingen. Voor het personeel van hen ook veel aanpassingen. Want op de luchthaven zijn er natuurlijk veel andere regels ook nog geldig. Geldt ook voor de directie Volksgezondheid. Maar ik moet zeggen, echt hele goede samenwerking. Constant open lines of communication. That's key. En wij hebben dat gelukkig. En ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, één ding is duidelijk tijdens de pandemie is met z'n allen moeten wij het doen. En yes. dat is één ding dat vast is. Je moet samenwerken. Ja. En ik ben daar wel benieuwd, want zo'n hele operatie en het verloopt echt vlekkeloos. Dat zullen we ook zo direct zullen we dat bemerken op het moment dat je ook vertelt hoeveel mensen positief zijn getest die binnen zijn gekomen. Maar hoeveel toeristen zijn er? Laten we zeggen tot 2021 oktober sinds de heropening in totaal op Aruba geweest en dus door het vliegveld gekomen. Ja, we hadden in juli was onze begin, so we knew we would start slow. En toen hadden we tussen 2,000 to 3,000 passagiers per week. Augustus was iets beter. Dat was tussen de 5,000 en 6,000 per week.
September is historisch toch een slow month, so to speak, voor ons. En daar zaten we rond de 4000 per week. Year to date hebben we in ieder geval de cijfers van september binnen. Dus juli tot en met september hebben wij tegen de 50.000 passagiers verwerkt. En in oktober, dat is puur preliminary tot zover, zaten we ook rond de 5.800 passagiers per week. En even dat so zijn ongeveer de amounts. So we are over the 56,000 for sure al. En daarvan zijn dus tot 21 oktober zijn daar 61 gevallen van import positieven. So dat is bijna. Dat is te verwaarlozen. Dat is zo weinig. Ja. Yes. Dat geeft aan dat het testbeleid echt heel erg goed werkt. Correct, correct. Want ja, er is op een gegeven moment een tweede golf gekomen en die is nu alweer flink aan het die wordt flink ingedampt alweer. Maar dat was echt met name een lokale transmissie. En je ziet nu dat het aantal besmettingen ook echt rap daalt. Dus het is vooral heel goed om te zien en ook om te benadrukken dat het rigoureuze testbeleid, waar Aruba feitelijk als eiland sowieso al mee voor opliep, ook als je kijkt naar de regio, dat echt goed werkt. Ja, zeker. Wij zijn als eerste eiland in deze regio begonnen met een rigoureuze testbeleid. Niet alleen voor arriving passengers, maar ook voor de lokale bevolking. Want als je de ene doet en de andere niet doet, wat een aantal andere eilanden doen, dan loop je toch bepaalde risico's. En wij hadden dus in principe iedereen die rondloopt op Aruba kan getest worden. That's basically the point. En op dit moment zijn wij heel blij dat wij maar 155 positieve gevallen hebben op dit moment actief. Dat is toch een hele goede aantal dat we hopen dat steeds lager wordt. Maar dat is manageable. Onze ziekenhuizen en onze andere entiteiten die hiermee te omgaan, kunnen dit aantal makkelijk aan. En dat is belangrijk, om de aantallen zo laag mogelijk te houden. Ja, mooi te horen. Zeker. Hebben wij nog een... die vraag is al beantwoord, inderdaad, van Cares. Dat was een goede vraag, trouwens. Testbeleid, daar hebben we net ook al een beetje op ingezoomd. Merken jullie, vanuit Nederland kwamen natuurlijk bij de heropening weer wat meer mensen dan nu. Maar merken jullie ook verschillen bijvoorbeeld per land van wie zich toch het liefst vooraf laat testen en wie er toch voor kiest om dat bij aankomst te doen? Ja, in het begin, omdat bepaalde testen toch moeilijk verkrijgbaar waren in een korte periode, dus de testresultaten, zagen we dat er heel veel mensen kozen om op Aruba te testen. Op dit moment varieert het. We hebben met name de Amerikanen die testen toch liever in Amerika, dus die komen vaak al met hun uploaded testresults. En uit Europa zien we toch meer de trend van we doen het toch liever bij aankomst. En ik denk dat te maken heeft ook met dat de prijs voor de testen bij aankomst op Aruba aantrekkelijker is dan in Nederland en andere Europese landen. Het testen op een arrival in Aruba gaat heel makkelijk. Het gaat heel snel. Het ziekenhuis heeft daar hele goede mensen voor die heel, op een hele professionele wijze die testen afnemen. En het mooie is... na die test mag de passagier in quarantaine bij zijn of haar hotel. Maar die quarantaine duurt maar 6 tot 8 uur, want dan hebben ze al hun testresults op hun app. En dat is gewoon fantastisch, want dan kunnen ze meteen ook gewoon naar zee, naar het strand en overal waar ze naartoe willen. Dus de meeste passagiers zijn hier heel erg blij mee. Ze wachten hun testresultaten af onder het genot van een margarita of een piña colada in hun hotelkamer en hebben diner delivered. En
vaak na echt een paar uur tijd hebben ze hun resultaten al. En dat is echt bijzonder. En it works like a train, it really does. En ja, en dat geeft ook de toerist een zekerheid van ja, hier zit ik safe. En dat is ook belangrijk. En dat is wat wij in het begin zagen wij toch. We waren bezorgd over hoe de toeristen hiernaar zouden kijken om te testen op een arrival. Is dat wel iets wat... En ja, nu kiezen ze ervoor. So, dat is mooi om te zien, want ze weten dat het goed gaat en dat ze weten dat het accuraat is. Ja. En ze weten dat ze daardoor ook na de quarantaine gewoon echt lekker kunnen gaan genieten van hun vakantie. En dat is belangrijk. En als het bijvoorbeeld getest zijn, want we hebben een mooie app op Aruba waar je eigenlijk van A tot Z kan krijgen op de app. En uiteraard ook sneller je resultaat krijgt via de app. Maar laten we zeggen, oké, ik beslis, ik wil die app niet downloaden op mijn telefoon. En ik word toch op Aruba getest. Hoe bereiken jullie dan de passagiers daarna? En duurt het ook minder lang? Of is dat, hanteren ze nog de 24 uur maximale quarantaine voor je testresults? Ja, het is in principe 24 uur. Maar van onze ervaring leert dat het is echt binnen... Sommige mensen krijgen het zelfs binnen 4 uur. Heel veel mensen die... Dus KLM komt bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, iets later aan in de avond. En vaak gaan ze om 10 uur, 11 uur naar bed. En om 2 uur 's nachts hebben ze al hun resultaten. So, het is heel snel. De app maakt het ook makkelijker voor directie volksgezondheid om contact tracing te doen, om de passagier te kunnen volgen indien er een issue is, indien de passagier positief test. En ja, dan kunnen ook meteen en op een efficiëntere wijze de protocollen ingaan voor de positieve patiënt. Passagier. Ja, patiënt. Oké. Als ze die app niet hebben, dan krijgen ze waarschijnlijk of een e-mail of een telefoontje. Correct, ja. Ze moeten hun contactgegevens natuurlijk delen. En dan kan DVG daarop inspelen, yes. Oké, helder. Mooi. Nou ja, het is Aruba geen straf, hè, zoals je daarnet zei. Op kamer zit een juridische met een Aruba Riba of een mooie pina colada. Oh. Correcto. Lekker, en de hotels spelen daar ook heel goed op in. Weet je, ze bieden mensen in quarantaine bepaalde services van het hotel dat ze kunnen gebruik van maken. So, het wordt echt heel goed. Again, it takes a village, it really does. But als iedereen hun part geeft, dan gaat het ook goed. En daar zijn we op Aruba gelukkig heel goed in, om samen te werken, om to make it happen. Ja, en het mooie is, zijn die vliegtijden. Want als je vanuit Nederland komt, ja, wat je zegt, je komt aan, je eet op je hotelkamer, neemt een cocktail, je gaat slapen en de volgende dag begint de vakantie. Of hij is al begonnen, yes. Maar mag je de deur uit. Dus. Correct, yes. Ja, nee, het is mooi te horen, met name ook die samenwerking, zoals je daarnet zei, Angeline, de samenwerking van ATA, van de AAA, van de DBG. En kijk, het is heel bijzonder. En ik volg het een beetje van ver. En ik weet ook hier in Nederland proberen ze en doen men het uiterste best om alles ook onder controle te hebben en te krijgen. Maar het is bijzonder om te zien van veraf, ook mede met steun van Nederland, dat het eiland zo goed reageert op de samenwerking, op het inspelen op elkaar, om het probleem gewoon zo goed mogelijk gedempt te houden, zeg maar, op een low pitch te houden. En dat het dan ook veilig is voor onze reiziger. Af en toe zeg ik, je kijkt naar beelden. Ik heb een paar foto's van jou gehad en dan denk ik, joh, het is veiliger daar. Het is adembenemend, alles gebeurt buiten. Dus ja. Wij hebben een aantal reizigers, ze delen heel veel met ons op social media. Ze sturen via onze website feedback. En wat wij nu zien is toch heel bijzonder. En bijzonder, we zijn daar heel blij mee. Dat mensen dus nu, we krijgen nu first-time guests, heel veel. Die dus nu tussen juli en nu 2 tot 3 keer Aruba hebben aangedaan. En de enige reden waarom ze dat doen, is ze zeggen, hier kan ik ademen. Hier kan ik
gewoon, I can be myself, I can go to the beach. Ik kan hier gewoon rustig zijn. Ik moet niet helemaal gestrest zijn. Het mooie is ook op Aruba, alle businesses, iedereen draagt een mondkapje, iedereen let op elkaar. En dat geeft de toerist, de passagier, de toerist, een gevoel van veiligheid. En dat is heel belangrijk. En we zien dat nu meer dan ooit, want dat is altijd onze strong point geweest als land. Maar we zien dat nu ook niet alleen veiligheid in de zin van criminaliteit belangrijk is voor de passagier en de toerist, dat die waar hij naartoe wil, dat hij veilig wil zijn. Maar nu wil hij ook veilig zijn in de sense of health. En, ja. En dat is, dat kunnen wij ook aanbieden nu. En dat is heel mooi. En dat is, ja, dat is echt onze strong point op dit moment. En bewust, onbewust, begint het gewoon bij het airport. Want daar, ze komen aan en daar krijg je vanaf het landen, het arriveren op het eiland, krijg je dan het gevoel van het is geregeld hier. En dan ga je naar buiten. Ja. En dan is het ook zo. Dus ik bewust of onbewust, hoe je het wil benoemen. Maar ik denk dat een hele grote rol speelt. Dat airport het zo goed op orde heeft. En men gaat het eiland beleven op een heel rustig manier. Op een heel ontspannen manier. Hè? En dat vind ik knap van AAA. Yes, and again, we're not doing it by ourselves. It really takes the whole island and we doen het met z'n allen. Maar ik moet zeggen, deze crisis heeft ons ook echt gewezen van je moet het samen doen. Je moet samenwerken voor dat ene doel. Wij leven alleen van toerisme. Dus voor ons is het heel erg belangrijk dat de toerist zich veilig voelt vanaf het moment dat hij uit zijn vliegtuig stapt, dat hij zich veilig voelt, dat hij in het hotel, bij de restaurants, als hij iets gaat kopen ergens, he or she needs to be at ease. En dat geven wij ook en daar zorgen wij voor. Netjes. Ja, fantastisch. Nou, dit is misschien wel mijn favoriete slide. Anthony kan dat heel mooi vertellen waarom dit zo belangrijk is. Ja, ik denk, weet je, de wereld snakt naar, iedereen vraagt, ja, we moeten naar code geel. Hier in Nederland werken ze vaak met codes, code oranje, code rood, code geel. Maar ik denk dat de hele wereld nu, zowel de reiswereld als de consument, als de reiziger, als de airport, iedereen snakt naar code groen. We moeten weer met z'n allen gewoon naar code groen, dat het ja, normaalste zaak weer wordt van, we kunnen reizen. Maar ik denk dat de COVID, dat hele situatie en pandemie heeft ons een les geleerd dat we ook wat duurzamer moeten zijn met de aarde. En weet je, wat samenwerking, alles moet op groen. Dus ik denk dat daarom het een hele mooie beeld is met het groene. En ik denk dat Airport, AAA in dit geval ook, ziet ook toekomst op groen, denk ik, hè? Ja, zeker. Daar werken wij nu heel hard voor. We weten dat het gewoon een op dit moment nog een hele moeilijke periode is. Het hele luchtvaartindustrie gaat op dit moment door moeilijke periodes. Maar we need to be future focused, noem ik het. En daar gaan we voor. Dus alles wat we op dit moment aan het doen zijn, is niet voor nu, maar voor de toekomst. En daar moeten we ons helemaal op gefocust zijn. En dat doen wij als luchthaven op dit moment ook. Dus, daarom lukt het ons om even niet, to be all over consumed with the crisis, but be more focused to the future. En als je het over de toekomst hebt, wat zijn dan de, zowel tijdens COVID, maar misschien ook daarna, wat zijn de luchtvaartontwikkelingen die jij ziet of waarvan je denkt, nou, die zijn heel belangrijk om het reizen nog makkelijker te maken? Ja, een van de organisaties die hier op dit moment heel hard aan werkt is IATA. De reisorganisatie IATA, maar ook ACI, de Airport Council International, zijn nu bezig met een push om pre-travel testing eigenlijk tot een standaard te maken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat eenmaal zou kunnen.
Want dat betekent dat je bijna geen of heel weinig passagiers nog moet testen op een arrival. Dat scheelt gewoon qua tijd, maar dat scheelt ook dat het gemak van een passagier om te kunnen reizen. Hoewel wij niet zien dat passagiers niet naar Aruba komen omdat ze getest worden, want dat is dus niets meer, wij zien dat niet echt als de drempel. Ze vinden het gewoon prettig. Maar toch voor veel destinations is dat een drempel, omdat mensen weten niet of dat ze wel of niet getest kunnen worden bij de land waar ze naartoe willen gaan. Ze hebben die informatie niet, er is geen app. So you need a worldwide standard method. En de standard method wordt nu toch gezien als een soort pre-travel testing. Dit in plaats van een, zoals ja, wij dat kennen bij in deze regio bijvoorbeeld, heb je landen waar je dus een yellow fever vaccin boekje mee moet hebben met de vaccinatie. Dat is er nog steeds niet voor COVID. Dus zolang dat er niet is, is de pre-travel test toch een van de beste opties. Mooi. Ik denk dat wij weer een vraag hebben. We hebben een vraag, inderdaad. Een goede vraag trouwens. Het komt van Astrid van den Hondel. Wat als je positief getest wordt op Aruba? Moet je dan naar je eigen accommodatie of word je dan naar een exclusieve accommodatie of in een exclusieve accommodatie geplaatst? Hoe gaan ze ermee om? Ja, het hangt heel erg af van de gekozen accommodatie. Wij zien dat er heel veel mensen tegenwoordig ook Airbnb gebruiken en ergens in een huis of een appartement zitten bij Airbnb, dan gaat het wat makkelijker. Dan zijn de protocollen iets anders dan voor iemand die bijvoorbeeld in een hotel met heel veel anderen verblijft. Het is heel erg afhankelijk van hoe de passagier zelf de accommodatie heeft uitgezocht, wat dan de protocol gaat zijn. Maar inderdaad is dan bij een positieve test het protocol dat je dan in quarantaine gaat. Oké, en voor hoe lang moeten ze dan in principe in quarantaine? Dat is afhankelijk per geval, maar meestal is dat volgens mij 10 tot 14 dagen. Maar dat bepaalt eigenlijk de directie volksgezondheid. Oké. Ja. Ja, en ik heb begrepen dat als je bijvoorbeeld in een hotel logeert en je moet naar een externe locatie, dat toch wel gewoon hele mooie vakantieverblijven zijn. Dat is absoluut niet verkeerd. Laat ik het zo zeggen. Je kan in ergere plekken op quarantaine. Maar het is natuurlijk niet het ideale. Maar het kan gebeuren in the unlikely case that it happens. Is het ook niet slecht om hier te zijn. Wat we daar hebben we nog niet over gehad. Maar wat we ook hebben nu is bijvoorbeeld heel veel mensen. Zowel uit Amerika als uit Nederland, die dus Aruba nu aandoen als een workation. Ook omdat het hier veiliger is en omdat ze in bepaalde bedrijven hebben al aangegeven dat mensen tot eind van het jaar of misschien zelfs tot april volgend jaar thuis moeten werken. Ja, dan zou je ook gewoon kunnen kiezen om naar Aruba te komen om te werken. Dus die mogelijkheid biedt Aruba nu ook voor reizigers om een workation te doen voor een langere tijd. En dan is eigenlijk is dat ook niet mis. Want ja, again, hier heb je toch de vrijheid om naar het strand te gaan. De stranden zijn absoluut mooi en leeg deze tijden. Het is toch niet een... Het is, je kan een worst workation hebben. Klopt. En kijk, we hadden het bij de eerste webinar ook opgenoemd. Want we zijn ermee bezig met het voornamelijk voor het Nederlandse markt. En voor Nederland is er wel een toegevoegde waarde. In de zin van, zij mogen binnen een kalenderjaar 180 dagen op het eiland verblijven. Dus langs de rij dus van iedereen. En dus daar gaan we wellicht op het moment dat het weer hier in Nederland qua advies weer op geel-groen staat, hopelijk. Gaan we dat inderdaad lanceren, dat men gebruik ervan kunnen maken om toch op het eiland hun werkvakantie
kunnen beleven. En ik zeg altijd, ja, het is vakantie en je doet het werk erbij. En dat is Aruba. Dus het zou fantastisch zijn inderdaad. Ja, ja, dat is echt voor een Nederlandse markt met name, is dit gewoon echt fantastisch. Want we hebben de dagen al, zoals Elton aangaf. Uiteraard beginnen we met deze promotie op het moment dat we weer op code geel staan. Maar we weten dat dat op korte termijn wel gerealiseerd zal worden. Ja. En dan kunnen wij dat flink gaan promoten. Omdat, kijk, code oranje, wat het probleem van de code oranje hier van de RIVM is namelijk niet zozeer het reizen naar Aruba. Want het is geregeld daar. Voor veel mensen hebben wij het probleem dat als je ze aanspreekt en ze geven dan de reden waarom ze dan het toch niet willen doen. Het gaat vaak niet eens om de veiligheid, want ze weten gewoon, het is vaak zelfs beter daar dan hier misschien. Maar het feit dat ze dan bij terugkeer, moeten ze dan hier ook in quarantaine. En daar zit er een haakje in dat ze zeggen van, nou weet je wat, ja, dan heb ik al 14 dagen vakantie, dan moet ik weer 10 dagen hier in quarantaine. En dat weegt heel zwaar op beslissingen van reizigers om het eiland momenteel te bezoeken. Maar één ding moeten we zeggen voor onze kijkers is dat het eiland eigenlijk in nauw contact is met RIVM. Ik denk Airport ook in dit geval. En de cases zijn fors gedaald. We zijn nu op niveau eigenlijk geel. Maar het officiële bericht is nog niet naar buiten gekomen. Dus ik denk dat we binnen nu en denk dagen of week op code geel kunnen gaan staan. En eerlijk gezegd, dat hoop ik ook. Ja, dat hopen wij allemaal. Want het is natuurlijk een mooi eiland. En het is een ideaal moment om op bezoek te komen naar Aruba. En of om hier een tijdje te werken. Dat is natuurlijk echt super. En het weer wordt niet echt veel beter de komende maanden in Nederland, volgens mij. Nee, dus ja, en hier verandert het echt niet. Dus het is echt een hele mooie eiland. En it would be a pity not to visit. En dat is echt. En we hopen natuurlijk voor een groei ook in de Nederlandse markt. Ik denk dat Aruba toch qua marktaandeel niet heel veel Nederlandse reizigers heeft gehad. Het heeft natuurlijk heel veel factoren, hebben daarmee een rol gespeeld. Maar ik hoop dat Nederland nu anders kijkt naar Aruba. En ook ziet dat Aruba heel veel mooie plekken heeft. Hele aardige mensen. En dat wij ook heel erg staan te trappelen om Nederlandse passagiers hier te verwelkomen. So, let's hope. Ja, zeker. En dat brengt ons op de volgende slide. Want er is een slide met prachtige foto's van jouw eigen... we komen eerst nog even op iets anders. Ja, ja. Kijk, het is iedere keer heel belangrijk weer. We hebben een driedelige webinar-sessie gehad nu. Dus onze laatste. En niet het minste, moet ik zeggen. Want alle drie zijn heel belangrijk geweest. Zowel die van Aruba Tourism Authority, die van AHATA en nu AAA, onze airport. Maar het is heel belangrijk voor de reizigers of voor onze reisagenten ook steeds weer de reizigers, onze gasten of hun gasten die naar het eiland reizen, de app op te noemen. Waarom? Het maakt het leven veel makkelijker. Kijk, het leven is al goed op het eiland. Ik bedoel, je gaat naar Aruba, One Happy Island, it's still One Happy Island. Het is genieten op het eiland. Maar op het moment, ja, we zitten eenmaal in de pandemie en corona is er. En op het moment dat je dan de app in je telefoon downloadt, ja, zowel je test wordt veel sneller bekendgemaakt via die app, maar je hebt ook alle alarmnummers. Mocht je jezelf onwel voelen, dan kan je via de app gewoon een nummer even naar voren halen of naar boven halen, even bellen. Maar ook heel belangrijk, iedereen, bij het begin hadden we het over veiligheid, de health and safety en happiness code. Nou, in die app heb je een hele lijst met alle restaurants, alle hotels, alle winkels, iedereen die uiteindelijk gecertificeerd zijn met de health and happiness code. Dus in plaats van een conciërge te bellen of daar naartoe te lopen en die te vragen, nee, je hebt een app in je telefoon, maak jezelf en je gast het leven gewoon een stuk makkelijker dan het al is op het eiland. En download dat app in je telefoon en dan krijg je gewoon een overzicht. En dan weet je gewoon eigenlijk in principe ook waar je aan toe bent op het eiland. Dus we kunnen dit niet genoeg benadrukken.
Het is heel belangrijk om die app te downloaden op het moment dat je daar bent. En ja, en dan is het gewoon genieten met een gerust hart, zeg ik. Absoluut, ja. Het is wel heel belangrijk inderdaad. Het is gewoon heel handzaam. Alles binnen handbereik. Maar nu komen we echt op het moment suprême. Namelijk de schoonheid van het eiland zoals jij dat elke dag ervaart. De rust, de reinheid. Nou, we zien het hier terug. Het ziet er echt prachtig uit. Nog ongerepter, denk ik, dan normaal. Ja, in het weinig vrije tijd wat ik heb, probeer ik zoveel mogelijk te genieten van het eiland. Ik ben hier geboren getogen. I love my island. En ik geniet van hiken. Ik geniet van de zee. Ik geniet van het strand. En ja, dat brengt mij ook heel veel rust. Als crisisleider heb je dat echt nodig. En it centers you again. En dat... Ik denk dat in de COVID-tijd, en het zal in Nederland nog veel erger zijn dan hier, denk ik, qua stressniveau van mensen die elke dag hiermee te maken hebben. Dat is het mooie van het eiland. Je kan tot rust komen. En dat is zo belangrijk. It doesn't matter what work you do, dat je tot rust kan komen, zodat je weer energie kan hebben voor een volgende dag en een volgende crisis en een volgende vuurtje wat moet worden gedoofd. En ja, dat krijgen we in het natuur, maar we krijgen dat ook van onze passagiers. En ik heb hier deel ik een van een hele recente e-mail wat we hadden gehad van de vice-president van JetBlue Planning. En die was recent naar Aruba gereisd. En ja, dit geeft ons energie. Dit geeft ons de moed om door te gaan en om verder te gaan. En dat we weten, oké, we are on the right track. En wij kunnen een goed product aanbieden. So, yes, definitely. Wij zouden heel graag zien dat KLM meer vluchten naar Aruba, met meer vluchten naar Aruba komt, hopefully al in december, maar zo niet dan in januari. Maar we willen ook TUI zien, terugzien met veel meer vluchten. We willen gewoon graag jullie passagiers hebben. Daar komt het op neer. Ja, wij ook. And again, it's not just because we need you guys, but because you need us too, because you need a little bit of Aruba to make you happy. Ja, dat is, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Yep. En het mooie is, dat brengt ons hier op. Dat is wel echt fantastisch. Misschien kun jij het eventjes voorlezen, maar echt een fantastisch compliment van niemand minder dan de vice president of network planning van JetBlue. Een hele belangrijke luchtvaartmaatschappij voor Aruba. En ja, wat zegt hij naar aanleiding van een recent bezoek? Ja, nou, basically zijn complimenten naar het team. Hoe wij dus de behoeftes en de requirements handelen ten aanzien van hun customers. JetBlue is een van de grootste airlines die Aruba aandoet. En een belangrijk partner voor ons. Maar alle airlines zijn voor ons belangrijke partners. Maar dit is gewoon heel, heel mooi om te lezen. Dat hij recent is geweest. En dat hij dat hele proces als vrij straightforward. En dat geven de passagiers aan. Het is duidelijk. Het is straightforward. Ben je al getest? Ga je in één lane? Ben je nog niet getest? Ga je in een andere lane? Beide lanes gaan heel snel en je bent echt in een half uurtje, sta je al eigenlijk, als je al getest bent, sta je al in een half uurtje aan het strand met je piña colada. So, dat is echt, dat zien ze ook en dat geeft hij ook aan. Het was zijn eerste echte vakantie sinds COVID, in februari en hij heeft er heel veel van genoten. Ja, en dat is leuk om te horen. Wij krijgen heel veel feedback de laatste tijd van onze passagiers. En het is toch heel veel dit. Dus het positieve, het gevoel van we zijn daar veilig, we voelen ons daar goed.
De stranden zijn mooi, het is rustig, want ja, normaliter gaan we nu tegen de periode van piekseizoen. Maar deze piekseizoen gaat veel rustiger zijn, dus voor iedere traveler is het gewoon fantastisch. Je staat daar op het strand. Ik ben zelf iedere ochtend doe ik heel vroeg in de ochtend doe ik HIIT training aan het strand. En daar zitten we echt met z'n tweeën vaak alleen aan het strand. So, dat is gewoon heel mooi om te zien dat je de hele Eagle Beach voor jezelf hebt. Bijzonder. Heel bijzonder, heel lijkt me dat. Ja. Heel bijzonder. Ja, dat is het ook. En ik geniet ervan, echt. Ik vind het jammer dat we nog niet zoveel visitors hebben, maar ik blijf genieten van de rust en de kalmte die deze nieuwe situatie geeft. Ja, ja. Het feit dat je op Eagle Beach loopt en je ziet weinig voetstappen is al adembenemend. Yes, ja, definitely. Ja, schitterend, schitterend. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we bijna aan het einde van deze sessie zijn gekomen, zo niet het einde. De vragen zijn ook gesteld. Ja. Ik vond het echt een zeer informatieve sessie. Heel veel nieuwe dingen gehoord ook. Want ja, we hebben natuurlijk niet voor niks het opgedeeld in drie verschillende sessies. Want we wisten, we moeten de luchtvaart en AAA echt een aparte sessie geven. Want jullie doen zoveel wat echt bepalend is voor de hele routing op het eiland. Dus ik wil jou, Angeline, echt enorm bedanken voor je tijd en je inspiratie en voor de informatie. Het was echt een geweldige sessie. Thank you, thank you. Ja, graag gedaan. Het is echt voor mij, I cannot stress it enough. Het is voor mij een genoegen geweest. En ik deel dit graag, want ik denk dat er zoveel mensen zijn die zo hard werken om to make this happen. En het is leuk om te delen. En zeker met onze Nederlandse partners. Thank ja, you, zeker. So, masha masha, dank je, di corazón. Un abrazo fuerte. Dat is een virtual hug voor jullie allemaal. Ja, nou, dat doen wij ook. Tot de volgende, zou ik zeggen. Heel snel. Ja. En ik hoop aan al onze iedereen luisteraars op dit platform zo snel mogelijk op Aruba te mogen verwelkomen. Ja. Dat hopen wij ook. Marcia, yes. Dank aan iedereen die geluisterd heeft. Nog even een fantastische mededeling. Want jullie zijn nog niet van ons af. Wij hervatten namelijk onze Aruba Thirsty Move. Hè, dat is de wekelijkse One Happy Happy Hour. Hervatten wij donderdag weer. En dan gaan wij in gesprek met niemand minder dan de GM en de Sales en Marketing Manager van het Mancebo Beach Resort en Spa. Nou, en ik denk als er één resort is die kan vertellen hoe belangrijk wellness is in deze tijd, nou, dan is het Mancebo wel. Dus daar zijn we heel erg verheugd over. Dat begint donderdag om 4:00, dus zet het in de agenda. Zorg dat je erbij bent met een heerlijke cocktail in de hand. En dan, ja, worden ook met prijzen gesmeten, hè? Ja, oh ja, 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 heel belangrijk. Mooie ja. Prijzen. Jaap die is weer aanwezig. Wordt weer een feestje. Is dat de hoofdprijs dat Jaap aanwezig is? Zou zomaar kunnen, ja. Maar afgezien daarvan geeft Mancebo een fantastische prijs weg. Dus alleen al daarom zou ik zeggen, luister vooral en neem deel. Aanstaande donderdag om 4:00. Dan gaan wij in het gesprek aan met Mancebo. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. Masha, dank je. Dank je. Ciao, ciao. Ayo. Dank je.